De ontwikkelingen nu zijn echt uiteraard heel erg crisismanagement, succession planning, scenario planning. Maar daarnaast blijven ook de trends die toch al speelden. Dus communicatie, engagement, agility, resilience, die blijven heel actueel. De core business van Dale Carnegie is prestatieverbetering. En dat doen we door het geven van trainingen, coaching, workshops, assessments. We doen dit wereldwijd op dezelfde manier. Dus we zijn ISO gecertificeerd. En wereldwijd zijn we al jarenlang top 20 speler in de trainingsmarkt voor leiderschapsontwikkeling. De behoefte die Dale Carnegie zag was dat heel veel mensen hebben moeite met spreken in het openbaar. En daarom is hij begonnen met zijn eerste trainingen. Die gingen echt over presenteren en spreken in het openbaar. De stappen die wij met organisaties doorlopen zijn dat we eerst kijken naar de behoeften. Dat vertalen in doelstellingen en KPI's. Dan een op maat gemaakte training maken. Die wordt opgevolgd door coaching en assessments om te testen of de doelen zijn behaald. En de KPI's of we daar goed op scoren. En uiteindelijk levert dat een betere prestatie op en dat is waar het om draait. Sterk leiderschap wordt eigenlijk bepaald door een aantal kernkwaliteiten. En dat gaat dan om eerlijkheid, integriteit en daarnaast ook communicatieskills, people skills. Zorgen dat je mensen op de eerste plaats zet en je in kunnen leven in een ander. We hebben al meer dan 10 jaar ervaring met live online training geven. Dus we kunnen het mixen met face-to-face, live online. Mensen over grotere afstanden kunnen gewoon vanuit huis kunnen ze het volgen of vanuit een remote office. Waardoor we eigenlijk heel flexibel hierin de training kunnen geven. Voor onze toekomstambities geloven we echt in de human factor. Dat de prestaties van een bedrijf kunnen verbeteren door de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Dus ons doel is om zoveel mogelijk professionals in Nederland te ontwikkelen, zodat er uiteindelijk een betere prestatie neergezet kan worden.